Goedemorgen, dames en heren, dag jongens en meisjes. Op deze Koninginnedag 1985 brengt de koninklijke familie een bezoek aan de kop van Noord-Holland. Uiteraard zullen we straks daar rechtstreeks getuige van zijn, maar nu allereerst de gelukwensen van onze minister-president. Koninginnedag is de dag waarop wij de verbondenheid met onze koningin en het Huis van Oranje luister bijzetten. U en mijn gelukwensen gaan vandaag dan ook uit naar koningin Beatrix en haar gezin. Mijn gelukwensen gaan ook uit naar prinses Juliana en de heer Pieter van Vollenhoven, die beide precies vandaag jarig zijn. En dan wil ik gelukwensen prins Klaus, die volledig hersteld al zijn werkzaamheden weer op zich heeft genomen. En natuurlijk prins Bernhard, die na een geslaagde operatie gelukkig weer herstellende is. Wij hopen dat hij binnen niet al te lange tijd het ziekenhuis zal mogen verlaten. Deze Koninginnedag heeft een extra feestelijk tintje. Want vandaag vieren we het eerste lustrum van koningin Beatrix als regerend vorstin. In deze 5 jaren heeft zij ons alle respect en waardering verdiend voor de voortreffelijke wijze waarop zij haar zo zware taak heeft vervuld. Telkens weer geeft ze blijk van intense belangstelling voor de samenleving en betrokkenheid met het lief en leed van iedereen. Dat doet ze in ons land, maar dat doet ze ook buiten ons land. Getuige het onlangs nog zo succesvol verlopen staatsbezoek in Italië, oogt zij alom veel waardering. Zij oogt waardering met haar optreden, dat altijd gekenmerkt wordt door een zo grote inzet en door een niet minder grote kennis van zaken. 5 jaar dus nu koningin Beatrix. Innemend en overtuigend. Zo hebben we haar leren kennen. Het is nog maar enkele dagen geleden dat prins Willem-Alexander 18 jaar werd. Daarmee werd hij, als oudste zoon van koningin Beatrix, krachtens de grondwet geroepen zich als troonopvolger beschikbaar te houden. Ik wil hem graag sterkte toewensen met die verantwoordelijkheid, met die taak en met de inspannende leerperiode die voor hem ligt. De eerste dagen van mei herdenken we dit jaar gezamenlijk de bevrijding nu 40 jaar geleden. Een godsgeschenk die bevrijding. Vrijheid, mogelijkheden. Soms zijn we het in ons volk oneens hoe we die mogelijkheden moeten benutten. Dan is er helaas verdeeldheid. Maar vandaag is het Koninginnedag, de dag bij uitstek waarop wij aan onze gezamenlijkheid uiting kunnen geven. Mogen deze dag een ware feestdag worden. Voor onze koningin, voor haar gezin en voor allen die zich met hen verbonden weten. En dan nu het rechtstreeks verslag van het bezoek dat Hare Majesteit Koningin Beatrix brengt aan Noord-Holland en met name aan Anna Paulowna, Callantsoog en Schagen. Het rechtstreeks commentaar dat wordt gesproken door Henk van Stipriaan en Hans Soet. Geachte meneer de burgemeester,